De webinar begonnen. Welkom. Ik hoop dat alles goed gaat. We wachten nog even voor we echt van start gaan. Misschien dat iedereen ingelogd raakt. Hopelijk lukt dat. Ondertussen hebt u op uw scherm heeft u een heel mooi luchtbeeld van de grote markt. Daar gaat het over vandaag. We gaan een tentoonstelling bezoeken, daar ga ik direct natuurlijk het moment dat we beginnen meer over vertellen. Ik hoop dat u talrijk aanwezig bent, u talrijk ingelogd geraakt. Ik weet dat er mensen vanuit Leuven gingen kijken en zelf van nog veel verder, uit Limburg ook, uit West-Vlaanderen, Kortrijk, Roeselaar, misschien zelf uit Congo, uit Mikalaj. Wie weet waar op de planeet. Het grote voordeel natuurlijk van zo'n webinar, daar heb je internet voor nodig en dan kan je volgen. Dat is natuurlijk iets fantastisch. Nog veel beter eigenlijk dan ter plaatse, maar ja, we gaan vertrekken. Welkom op deze webinar van het Museum van de Stad Brussel. Het gaat over de grote markt, de Grand Place to Be. Zodat ik meer daarover eerst een paar mensen bedanken. Eleonore Duchesne, die verantwoordelijk is voor deze webinar. Rémi Foulon, Sylvie Jacobs, Patty van Brabant en mijn vriend Jean-Marie Teller, de man van de reservatiedienst. De man die u moet contacteren wanneer u een geleid bezoek aan het Broodhuis wil. Dat is, hij zal u daar met heel veel plezier antwoorden. Waarom dit bezoek vandaag? Wel, ja, u heeft er misschien van gehoord. We hebben de corona-affaire gehad, waardoor de musea gesloten zijn. Ik ben dus bijzonder blij dat ik u hier vandaag kan verwelkomen. Dirk van Rooij, gids in het Broodhuis. Het is niet gemakkelijk geweest, natuurlijk uiteraard niet, omdat ja, het museum gesloten geweest is. Het is ondertussen terug open vanaf 2 juni. De geleide bezoeken die zouden normaal gesproken in de loop van de volgende week mogen beginnen. Het zal een beetje anders zijn, waarschijnlijk met een gezichtsscherm voor de gids. Toehoorders in het begin met kleine groepjes, met een mondmasker aan. Maar daar heeft u vandaag geen last van. Zet uw mondmasker af. Gaat u een beetje achterover zitten in uw loge, uw eigen privéloge. En kijkt u hier naar de foto van onze grote markt. U ziet direct dat ons marktplein eigenlijk niet helemaal een rechthoek is. En dat is natuurlijk, dat heeft te maken met het feit dat ons marktplein geëvolueerd is over de eeuwen heen. Het is een scène geweest, of een scène geweest van prachtige optochten, maar er zijn ook dramatische gebeurtenissen geweest. Er zijn mensen om het hoofd geweest, er zijn is ook een bombardement geweest. En daarover natuurlijk meer tijdens deze tentoonstelling, of deze rondleiding in deze tentoonstelling. Waarom de tentoonstelling in het Broodhuis? Wel, in 1998 wordt als eerste in België wordt de Grote Markt in zijn geheel als UNESCO-werelderfgoed erkend. Ik moet er volledigheidshalve aan toevoegen dat er nog twee andere zaken waren in België die dat moment die titel gekregen hebben, namelijk de Vlaamse Geinhoven en ook een heel vreemde scheepslift op Canal du Centre. Het symbool dat u hier ziet, dat vindt u in de 7 straten die naar de Grote Markt lopen. Maar eigenlijk nog maar pas, want het is eigenlijk de 20ste verjaardag van dat feit, van die erkenning die ervoor gezorgd heeft dat wij deze tentoonstelling gemaakt hebben. Nu, ik ga met u het Broodhuis binnen. We gaan samen naar de eerste verdieping. Wanneer u tijd heeft, en dat moet u absoluut doen natuurlijk, dat is de bedoeling uiteraard, om zelf eens naar het Broodhuis. Op het gelijkvloers heeft u niet enkel het prachtige retabel van Saluzzo, waar de familie Bormann eigenlijk een aantal scènes uit het leven van de geboorte van Christus uitbeeldt. U heeft er ook een breugel, zo'n breugel, en u heeft natuurlijk ook een paar fantastische wandtapijten. Eentje ontworpen door Bernard van Orly. En dan heeft u nog iets nog veel spectaculairder eigenlijk. Hier heeft u het karton van Pieter Koeken van Aalst, van onthoofding van
Paulus, maar ik ga met u naar de eerste verdieping en daar vinden we een maquette. Het is een paar vierkante meter groot, dus moeilijk te zien op uw scherm hier. In de linkerbovenhoek ziet u een stukje van de stadswallen. Die staan er sinds het begin van de 13e eeuw. Het is dus een maquette van de 13e eeuw. Enfin, je stelt de stad voor in de 13e eeuw. Linksboven dus de omwalling, 4 kilometer. Daar waren 7 poorten. Wanneer u helemaal naar onder gaat, dan ziet u daar de Zenne. Op dat moment nog heel klaar water blijkbaar. Daar was een brug die over de Zenne ging, de Scupbrug. Daar kwam u eigenlijk van de Sint-Katelijnenpoort. Daar kwam u van Vlaanderen, van Gent eigenlijk, de Sint-Katelijnenpoort door. De brug over en dan kwam u voorbij dat gebouw, het gebouw wat u hier ziet. Ik ben aan een knopje geweest, ik had er beter afgebleven. U ziet daar het grote gebouw beneden van onder, dat is het Mindere Broedersklooster. Dat is eigenlijk waar nu de beurs op staat. Dus wanneer u voor de beurs staat vanaf de voetgangerszone, kijkt u naar de beurs aan de linkerkant, steekt er zo een heel vreemde verhaal onderuit. Daaronder vindt u eigenlijk de resten van dit klooster. Haast iets vergeten te zeggen. U kan vragen stellen. U heeft ergens een balkje waar question and answer, vraag en antwoord op staat. U kan daar vragen stellen op het einde van de uitzending. Ik zal proberen daarop te antwoorden. Wanneer ik het antwoord niet direct kan vinden, dan stuur ik u het antwoord per mail. Dus u laat uw mail staan en dan komt het nog wel goed. U bent dus voorbij het Hoekklooster gegaan en u bent dan eigenlijk hier op de grasmarkt, hier, voilà, dan bent u eigenlijk de grasmarkt, dan bent u hier aan de Sint-Niklaaskerk. En de Sint-Niklaaskerk, daar vlak naast, is een markt, de Nedermarkt eigenlijk. Men spreekt al van de Nedermarkt in de 12e eeuw. Vlak naast de Sint-Niklaaskerk heeft u de toren van het Belfort. Dat is wat zich een knal in het midden van uw beeld bevindt, het stenen gebouw. En dan gaat u een klein beetje naar rechts en daar heeft u de Gemene Markt. En de Gemene Markt, dat is eigenlijk wat nu de Grote Markt geworden is. Dat bevindt zich hier. Daar ziet u een, ja, dat is een gebouwtje waar broodjes liggen. Dat is dus de broodhalle, de plaats waar het brood verkocht wordt. Dat is dus het broodhuis, vandaar dat men in het Nederlands spreekt over broodhuis. Links daarachter ziet u een gebouwtje, hetzelfde gebouwtje, maar dan met hespjes. Dat is dus uiteraard het vleeshuis. En daarachter heeft u dus een van de belangrijkste straten van de stad. En dat is natuurlijk de Grasmarkt. Gaat u verder door naar boven, dan gaat u een berg op. Dat is dan de Koudenberg. En dan komt u aan de Koudenbergpoort. Er staan eigenlijk op de Gemene Markt, dus ook in de 12e eeuw spreekt men van die Gemene Markt, daar staan een aantal stenen gebouwen op. Die stenen gebouwen die ga ik direct nog eens melden bij een volgende foto. Nu, hier zijn we nog een verdieping hoger. We bevinden ons dus op de 2e verdieping van het broodhuis. En daar hebben we dus de tentoonstelling die we nu gaan bezoeken. Nu, dit is een foto van een beeld dat 5 meter hoog is. Ik vermoed dat u het al herkend heeft. Het is Sint-Michiel, de patroonheilige van de stad. En staat dus bovenop de spits van het stadhuis. Dit is het origineel van Maarten van Rode. Dus in 1455 is het volledige gebouw klaar. U heeft er misschien al van gehoord. Hè? De architect zou zelfmoord gepleegd hebben omdat het gebouw niet enkel asymmetrisch is, omdat de ramen op de eerste verdieping verschillend zijn, links van rechts, dat de ingangspoort niet in het midden van de toren staat. En Jan van Ruusbroek, die de architect is van de toren, die zou, wanneer hij dus gedaan had met bouwen, zou hij op de Grote Markt gaan staan zijn en dan zou hij waarschijnlijk gezegd hebben, oh my god. En zou hij dus naar boven gekropen zijn, bijna 100 meter hoog, en dan heeft hij zich naar beneden geworpen. Dat is uiteraard een fabeltje, want het linkerdeel van het stadhuis heeft men gebouwd in 1402.
twee. Jacob van Tienen was daarvan de architect. De rechterdeel waar Karel Stoute de eerste steen voor gelegd heeft of van gelegd heeft. Dat is klaar in 1444 en op dat moment bouwt Jan van Rusbroek de spits. En die weet bijzonder goed natuurlijk dat die toren niet in het midden van het gebouw staat. Die heeft zich van geen kanten gezeild wordt uiteraard. 1455 is alles klaar en wordt dus artsengel Michael Sint-Michiel erbovenop gehesen. Het is een windhaan, dus de bol die u van onder ziet, is eigenlijk een mechanisme dat hem toelaat om te draaien. Maar als u goed kijkt, dan ziet u eigenlijk heel mooie details, de lederen riempjes. Ja, het is allemaal in messing natuurlijk, maar het stelt dus lederen riempjes voor aan zijn wapenrok. U ziet de scharnierpunten waarmee het harnas kan bewegen, hij zijn arm omhoog kan steken. De duivel waar hij bovenop staat, die weegt 100 kilo. En dus zoals ik u gezegd heb, is hij 5 meter hoog en zijn zwaard steekt omhoog. Zo uiteraard het hoogste punt van de stad. Dus wat is er gebeurd? In de 17e eeuw heeft hij een blikseminslag op zijn zwaard gekregen. Het zwaard is kletterend op de stenen van het plein gedonderd. Zijn gezicht is waarschijnlijk beschadigd geweest op dat moment. En men heeft hem dus naar beneden moeten halen om zijn gezicht te restaureren. En men zal toen gedacht hebben, ja, dat zie je toch niet zo goed, dat gezicht, dat is 100 meter, niemand die dat kan zien van beneden. Dus dat is niet van belang dat we daar veel moeite en werk in steken. Dat zal te kostelijk zijn. En dus heeft men er dit van gemaakt. En dan heeft men hem ook een nieuw bronzen zwaard gegeven. In de 17e eeuw ziet de stad er zo uit. We hebben op dat moment al een tweede omwalling gekregen. In de 14e eeuw is dat gebeurd, nadat Lodewijk van Malen, de graaf van Vlaanderen, de stad heeft veroverd. En dan heeft een het Cerclaas de vlaggen van de graaf naar beneden gehaald. Dus een beetje in taalactiecomité stonden. En daardoor is hij eigenlijk een volksheld geworden. En heeft hij vele eeuwen later heeft hij zijn beeld gekregen vlak naast de Grote Markt. Maar dus als resultaat van die inval door de graaf hebben we dus een tweede omwalling gekregen. En ook natuurlijk omdat de stad veel te groot geworden was voor die omwalling van 4 kilometer. We krijgen dus een tweede omwalling die ongeveer 8 kilometer lang is, waarvan u het tracé van de dag nog kan bekijken, want dat is uiteraard de kleine ring. U komt hier in het midden van Gent, dat is de Gentse Steenweg. U geraakt daar aan de poort die in het midden zit, dat is de Vlaamse poort, de Vlaamse Steenweg. Dan ga je verder door en de toren die in het midden staat van uw beeld, de hoogste toren, dat is uiteraard de spits van het stadhuis. Ga je verder door, dan zie je eigenlijk een klein beetje links van de spits van het stadhuis, zie je het paleis op de Koudenberg, waar die Aula Magna, dus die grote zaal die gebouwd geweest is voor Philips de Goede en Karel de Vijfde, keizer Karel de Vijfde, die zouden dan die kapel ter ere van zijn ouders tegenaan bouwen. En als je dan verder doorging, nog altijd de stad omhoog, dan ga je richting Naamse Straat en dan kom je dus aan de Naamse Poort. Links ervan herkent u waarschijnlijk de twee torens van de kathedraal. Dat is Sint-Michiel en Sint-Goedelen. Was op dat moment nog geen kathedraal, maar wel als Sint-Michiel en Sint-Goedelen. Aan deze kant ziet u de toren, de Wollendriestoren, zit u ongeveer aan Louise, aan het Justitiepaleis. En helemaal rechts op uw beeld heeft u de enige poort die er vandaag de dag nog staat. En dat is de Hallepoort. Als we dan terug naar het midden trekken, dan komen we natuurlijk hier aan de Grote Markt. En daar gaat het over natuurlijk. Ja, de persoon die u in het midden van het scherm ziet in dat medaillon is Philips de Vierde, onze koning, de koning van Spanje. 1615. U hoort waarschijnlijk de geweerschoten van de schutters die paraderen op de Grote Markt. Het is de grote optocht, de omgang. En die omgang die eigenlijk ook weer een resultaat is van die inval van de graaf van Vlaanderen uit de 14e eeuw. Het is eigenlijk, er is een verhaaltje dat erbij verteld wordt. Ook Beatrice Soetkens, een Antwerpse jonge dame, heeft een visioen gekregen. De maagd Maria verschijnt haar en ze krijgt opdracht om het beeld
van Maria uit de kathedraal van Antwerpen te halen, zal ik maar zeggen, en dat naar Brussel te brengen. Wanneer ze de kathedraal binnenkomt en het beeld onder haar kleed steekt, verstijft de kosten. Dat is het eerste mirakel. Ze stapt in een bootje en het bootje vaart miraculeus de rivier op, de Seine op, en komt dus zo aan de haven van Brussel, waar de boogschutters haar staan op te wachten en haar in processie naar hun kerk brengen. Die kerk, dat is de Zavelkerk, en dat is dus het begin van de omgang, de eerste omgang. We zouden dit jaar de 90ste editie gehad hebben. Die is uitgesteld, nog altijd hetzelfde probleem natuurlijk. Maar wat u dus hier ziet, is een beeld van 1615. Denijs van Alsloot is de schilder. Ik echt opdracht van onze aartshertogin Isabella, u weet wel. Albrecht en Isabella. Hij krijgt de opdracht om de omgang af te beelden eigenlijk. En u zit op een ereplaats natuurlijk. Hè. U zit op het balkon van het stadhuis. Normaal gesproken moet u daar minstens wereldkampioen voor worden om daar te kunnen zitten. Of misschien in Brussel trouwen. Dan moet u wel in Brussel wonen natuurlijk. En dan kan u op het balkon van het stadhuis gaan staan. En dan ziet u, vandaar ziet u uiteraard de omgang. En ziet u dus ook het gebouw recht tegenover u, waar al die vlaggen hangen, zijnde het broodhuis. Nu, het broodhuis is op dat moment niet meer die broodhallen die we gezien hebben op die maquette van de 13e eeuw. Het broodhuis is ondertussen, ja, die broodhallen is afgebroken, omdat de bakkers natuurlijk op verschillende plaatsen in de stad hun brood verkopen en niet meer in die hallen. Het gebouw is afgebroken door de hertog, want de grond behoorde toe aan de hertog. En het nieuwe gebouw dat erop gebouwd wordt, wordt dus Hertogenhuis. En nog later zal die hertog koning worden, koning van Spanje. Dan zitten we bij Karel de Vijfde natuurlijk en wordt het Koningshuis. En wanneer alles tweetalig wordt, wanneer alles vertaald wordt, wordt het natuurlijk la Maison du Roi. Dus voor de Franstaligen onder ons is het nog altijd La Maison du Roi. Voor de Vlamingen is het nog altijd het broodhuis. Dus de eerste functie van het gebouw. We zitten dus op de tweede verdieping aan de rechterkant van dat gebouw. Dus daar heeft u eigenlijk, daar zitten we, daarachter op de tweede verdieping. Het is meer hetzelfde gebouw natuurlijk. Hè. Dat is afgebroken, dat vertel ik u straks wel. Wat voor ons van belang is natuurlijk, dat zijn de gevels van de huizen links en rechts ervan. U ziet de huizen aan de linkerkant van het broodhuis, die hebben houten gevels. Dus zodat de stad verordend had dat de huizen moesten gebouwd worden in onbrandbare materialen, want er gebeurt al wel eens ongeluk. De daken die zijn al in dakpannen en leien, onbrandbare materialen. De muren, de scheidingsmuren tussen de gebouwen zijn in steen, om te vermijden dat de brand overspringt van het ene huis op het andere. Maar de gevels van verschillende van die huizen zijn nog steeds in hout, in overkraging, encorbellement, zoals men zegt in het Frans. Dus elke verdieping steekt een klein beetje op over ten opzichte van de verdieping eronder, zodanig dat het water niet in het huis binnen sijpelt en ook natuurlijk dat het huis iets groter wordt naarmate je naar boven gaat. Kijkt u naar de rechterkant van het broodhuis, daar heeft u de Haringstraat. Dus wanneer u dat straatje doorging, dan kwam u aan een plaats waar oorspronkelijk de vismarkt was. Het eerste huis op de hoek heeft nog een hal gegeven, maar de duiven daarnaast, Le Pigeon, staat er trouwens in twee talen op, de duif Le Pigeon, heeft een stenen façade, een stenen gevel, ziet u hier. En heel daarnaast ook het huis van de kleermakers. Als u goed kijkt, dan ziet u al die schaartjes die zich op het balkon van de eerste verdieping bevinden. Dat zijn natuurlijk schaartjes, symbool van die kleermakers. De schuttersschilder, ook zo mooi natuurlijk. Ja, de reden waarom Isabella dat laat maken, dat is eigenlijk om te zeggen aan haar broer, koning van Spanje, dat alles heel goed gaat hier. Dat ze de stad heel goed bestuurt. Kijk eens, zo rijk de stad is, zoveel schutters. Het is natuurlijk zoveel geld en dat moet natuurlijk teken zijn dat alles heel welvarend is. U herkent misschien hier op de linkerkant een van de patroonheiligen. Dit is Sint Joris, de draak en de prinses van Trebizonde. En dan daarachter krijgt u
Christoffel. En verder naar rechts, dan bent u al voorbij het broodhuis, krijgt u Sint Michiel natuurlijk. En dan nog een beetje verder hier, daar krijgt u Sint de Goedele en de Deugeniet, de duivel, die haar kaarsje, haar lantaarn uitblaast. En dan is er natuurlijk een groot gevaar, want wanneer je in de middeleeuwen rondliep, s'nachts, en je had geen kaars bij of geen lantaarn bij, dan was je een groot gevaar. Dan kon je vermoord worden of verkracht worden, of wie weet, alle twee. En dus moest je altijd licht bij hebben. En natuurlijk, Sint-Goedele is in gevaar op het moment dat de duivel haar kaarsje uitblaast. Gelukkig verschijnt er een engeltje om kaars aan te steken. Hè. Eind goed, al goed, zal ik maar zeggen. Ai, 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 hier gebeurt het. U voelt de warmte een beetje van het huis dat zich in het midden bevindt. En vanachter de wolvin. De wolvin gaat in vlammen op. Maar eerst even kijken misschien naar de rest van het plein van de Grote Markt. Links ziet u uiteraard het stadhuis. Nog geen beelden op de gevel, want die komen pas in de 19e eeuw toe. Dus te zeggen, er zijn een paar hele mooie beelden van de profeten aan de, rond de ingangspoort. Maar de rest van de beelden, bijna 300, die komen pas veel later toe. Links van het stadhuis ziet u een klein huisje. Dat is het huis van de Amman. Dus op een bepaald moment is het Sinterklaas daar de Amman. En dus vandaar dat hij daar nu ligt. Maar het is niet meer dat huis, want dat is afgebroken geworden. Dat ga ik u straks nog vertellen. Het, huisje er, het straatje ernaast is het Sterrenstraatje. Het is nu de Karel Bulstraat, voor degenen onder u die de stad een beetje kennen, die de naam van de straten kennen. In het midden van acht dus brand bij de Wolvins. Het huis van de boogschutters gaat in vlammen op. Je ziet iedereen stroomt er naartoe. Men heeft water geput uit de fontein die zich bevindt voor het broodhuis. Dus hier aan de rechterkant heb je dus de fontein voor het broodhuis. En we zitten nog altijd hier op de tweede verdieping toe te kijken natuurlijk. En dat water wordt hier naar de Wolvin gebracht om het huis te blussen. Op de hoek hier heeft u een steen. Dus dat is waar nu de koning van Spanje staat. Maar dat is op dat moment nog het Serruigssteen. Zodat er 7 geslachten waren. En die zijn er nog altijd in Brussel. Maar dat zijn de geslachten eigenlijk die de politieke functies, politieke ambten, schepenambten bekleden op dat moment. En die hadden stenen huizen waar ze in woonden. Men noemde die stenen natuurlijk. Vandaar dat je hier ook nog het Serruigskindsteen krijgt. De andere geslachten, dat is Zweerts, Sleeps, Serroelof, Steenweegs, Koudenberg en Rodenberg. Als u die eens wil nalezen, die namen, dan moet u naar de trouwzaal gaan van het stadhuis, waar vroeger de magistraten zaten. Op deze verdieping, daar heeft men die namen van die 7 geslachten in het plafond gebeiteld eigenlijk. Achter het Serruigskindsteen ziet u Belfort met de klokkentoren, de klokken die het leven in de stad regelden, dus het smorgens. Luiden die klokken om te zeggen dat poorten mochten geopend worden. 'S avonds werd natuurlijk hetzelfde geluid gehoord wanneer je de poorten moest sluiten bij brand en zo. Dus u moet zich eigenlijk ook nog voorstellen dat hier op het moment dat je niet enkel heel veel mensen hoort roepen, maar dat je ook nog de klokken hoort luiden van het Belfort. De Wolvin. Ja, Dirk, stop voor de storing. Sorry voor de storing, maar er zijn veel mensen die schrijven dat ze niks horen. Kunt u uw micro dichterbij zetten of iets harder spreken? Want er zijn veel mensen die niet goed horen. Sorry voor de storing. Ja, geen probleem. Ik hoor, okay. Dat is wel heel jammer. Ik hoop dat ik niet moet helemaal er beginnen. Gaat het zo beter? Is het oké zo? Voor mij wel, maar... Ja, ik hoop dat het voor iedereen beter is dan. Ik doe het zo. Ik hoop dat het niet te luid is dan. Goed, mijn excuses voor de onderbreking. Zo is prima. Oké. Goed, dan... u heeft nog niets gemist natuurlijk. We gaan gewoon verder. U heeft hier het ontwerp van Pieter Herbosch.
die het, de nieuwe gevel ontwerpt van het huis De Wolvin. Het huis heette oorspronkelijk De Wolf trouwens, maar hij verwijst naar de klassieken, naar de Romeinen. En dus maakt hij van De Wolf De Wolvin. En De Wolvin ziet u natuurlijk hier beneden, juist boven de ingangsdeur. Romulus en Remus, weet u wel. Er komen ook vier keizers. U herkent daar Caesar, Augustus bijvoorbeeld hier. En dan helemaal bovenaan heeft u een chronogram. Daar komt de datum van de heropbouw van het huis. En helemaal boven krijgt u natuurlijk het symbool van, het, ja, van de heropbouw van het huis. Het is de Phoenix. En dan denkt u, ah, wat is dat nu? Dit is nog eens een brand, maar deze keer is het nog veel erger dan de eerste keer, want hier brandt niet enkel De Wolvin af, maar brandt een derde van de stad af. De benedenstad gaat helemaal in vlammen op. We zitten in augustus 1695, 13, 14 en 15 augustus 1695. Op dat moment heeft de Franse koning Lodewijk XIV een serieus probleem met een liga, de liga van Augsburg. En zijn maarschalk de Villeroy, die vindt er niet beter op om gedurende 3 dagen de stad Brussel te beschieten. Gewoon om eens te laten zien dat zij superieur zijn en toch zeker de vuurkracht superieur was. Wanneer Napoleon een aantal jaren later, een paar eeuwen later, de stad bezoekt, dan zal hij dat schrijven als een act aussi stupide qu'inutile. Hij had die man op Twitter gezeten, dat had ook wat gegeven natuurlijk. Maar in ieder geval, het is een vreselijke misdaad. U moet zich voorstellen dat het geheugen van de stad natuurlijk in vlammen opgaat. Want in het stadhuis bevinden zich niet enkel schilderijen van Rubens en van der Weyden, en van Orleen natuurlijk, bevinden zich ook wandtapijten, maar bevinden zich ook de archieven, de documenten van de stad. En die gaan allemaal in vlammen op. De spits van het stadhuis die is gelukkig niet getroffen geweest, niet geraakt geweest, die staat nog altijd recht. En de toegangspoort, die is uiteraard nog altijd niet in het midden van het gebouw staat, die is eigenlijk ook gevrijwaard geweest. Want als u nu nog naar de Grote Markt gaat kijken en u kijkt naar die poort, dan zal u nogal dezelfde poort zien uit de 15e eeuw. Links van het stadhuis zie je nog de ster, het Sterrenstraatje. Aan deze kant ziet u dus De Wolvin nog eens afbranden. U ziet hier het timpaan met Apollo. Apollo die de slang Python doodschiet, want Python was degene die het orakel van Delphi beschermde. En dus ja, als uiteraard Apollo met zijn boog schiet, is dat nogal eens luïdes dat hij als symbool gezet wordt daar in het huis, of in het midden van het huis van de boogschutters. Het steen, het Ruigskindsteen, hier staat er nog altijd in 1695. Hierachter het fort, ja, de spits van het Belfort, hier de klokkentoren gaat in brand. Hier is de Boterstraat. En we zitten hier dus op de tweede verdieping. We zitten hier, ja, misschien zouden we beter maken dat we wegkomen. Maar u voelt eigenlijk de hitte van de brand op afkomen natuurlijk. U ziet trouwens ook nog onskogels door de lucht vliegen. En de mensen die hier beneden staan, die moeten hier eigenlijk niet zijn, want ja, vanaf het begin is duidelijk dat het niet goed gaat aflopen. En de Brusselaars zijn naar de bovenstad getrokken. Ja, daar stonden de paleizen. En de paleizen die werden niet beschoten natuurlijk. Men heeft alleen de benedenstad in vlammen laten opgaan. En dat is dus wat u hier ziet. Het is een tekening van Augustin Coppens. Augustin Coppens was een Brusselaar die ook zijn huis kwijtgeraakt is tijdens dat bombardement. Maar die een heleboel tekeningen gemaakt heeft van, die, ja, van de gruwel eigenlijk, van hoe bijvoorbeeld de Grote Markt eruit zag na het bombardement. Wat leuk is, je ziet de tekst eronder, hè? Débris d'une partie du Grand Marché depuis le coin de la Heuvelstraat vers Saint-Nicolas. Dus u komt door de Heuvelstraat, u komt uit de richting van het Centraal Station, de Sint-Hubertusgalerij, en u gaat zo naar de Grote Markt, daar waar alle toeristen in normale omstandigheden naar de Grote Markt stromen. En dus daar is hij doorgekomen en kijkt hij naar rechts. Wat ziet hij? Ja, natuurlijk, de Grote Markt helemaal in puin. De linkerkant ziet u het stadhuis nog staan.
Dan heeft u ervoor, ja, de wolvin is weer helemaal weg. Steen staat hier ook nog een beetje. Belfort, de bovenkant van het Belfort is ook weg. En dit is wat er overblijft van Roodhuis. Enkel een stukje van de zijmuur blijft over. Er wordt opdracht gegeven om zeer snel alles terug op te bouwen. Maximiliaan Emmanuel van Beieren, die onze landvoogd is, die decreteert dat bijvoorbeeld het Soniewoud mag gebruikt worden om hout te gaan halen, dat de prijzen van bouwmaterialen moeten stabiel dezelfde blijven. En hij zet ook de stadspoort open voor de mensen van buitenaf. Dus bouwvakkers van buiten de stad mochten meekomen helpen om de stad terug op te bouwen. Ja, en u begrijpt dat dat het begin van het einde is van de gilden, want tot dan toe hadden zij het alleen recht natuurlijk om zo'n werkzaamheden uit te voeren in de stad. En nu mocht iedereen toekomen. Het resultaat is dat de stad hier in het begin van de 18e eeuw al helemaal heropgebouwd is. Nu, als we eens naar een paar details kijken. Dus u ziet hier Sint-Niklaas bovenop staan. Dat is het huis van de marktkramers, van Le Mercier in het Frans. Daarnaast heeft u het huis van de binnenschippers. De Hoorn is dat. Daarnaast heeft u, ja, u herkent het misschien, u ziet de Phoenix er bovenop staan. Apollo, die heeft men niet teruggeplaatst. Dat zal misschien een beetje kostelijk geweest zijn, want eigenlijk zitten we hier met het einde van de gilden. De gilden verliezen hun macht eigenlijk en hun rijkdom. En dus die zullen waarschijnlijk niet de middelen gehad hebben om hier dus Apollo terug te zetten. Dan krijg je daarnaast het huis van de schrijnwerkers. Die zullen heel veel werk gehad hebben op dat moment natuurlijk om de stad terug op te bouwen. Daarnaast krijg je het huis van de vette wariërs. Dat zijn de mensen die vette waren verkochten. Le Gressier in het Frans. Sint-Gilles boven met de hinde. Die verkochten niet alleen vette waren, maar die verkochten bijvoorbeeld ook kaarsen. Heel belangrijk natuurlijk, want je had niet anders dan kaarsen om jezelf bij te lichten. En dan je op de hoek, krijg je niet meer het Ruigskindsteen, maar heb je dus de koning van Spanje. De koning van Spanje op dat moment is Carlos II, el Hechizado, de behekste, de man die daar in het midden staat. Voor hem kan u niet zo goed zien, maar als u op de grote markt staat, dan zal u dat zeker en vast zien. Heeft hij aan één kant heeft hij een gevangen Turk, want zijn voorouders hebben een slag gewonnen tegen de Turken, een slag bij Lepanto, in de tweede was dat. En aan de andere kant heb je een gevangen Indiaan, ja, want hij bezit Amerika. Als u naar de mensen kijkt die op de grote markt rondlopen, wel, Brussel is nu een van de meest cosmopolitische steden ter wereld. Maar dat is eigenlijk in het begin van de 18e eeuw niet anders. Ja, de gevels zijn getekend, gelukkig, door meneer de Rons, Ferdinand Jozef de Rons, tekent alle huizen, alle façades van de grote markt. 1737. Dat is heel belangrijk voor ons, want het is dankzij die tekeningen dat wij de grote markt, de huizen, helemaal terug hebben kunnen restaureren. Zoals ze dus hier afgebeeld staan. U ziet hier bijvoorbeeld, dit is het huis van de klerenmakers. Dus dit is Barbara, die naast het huis eigenlijk de duiven staat, het huis van de schilders. En wat je ook ziet natuurlijk, dat is hier dat de data in de gevels ingewerkt zijn. Ofwel zo, dat kan u zo gemakkelijk lezen natuurlijk, 1697. Ofwel met een chronogram, dan moet je een beetje moeite doen, want er staat een tekst en dan moet u de hoofdletters ervan zijn, Romeinse cijfers. En als u die optelt, dan komt u normaal gesproken ook ongeveer aan 1696, 97, 98, 99. Deze huizen hier zijn degene die u ziet wanneer u terug van de Heuvelstraat komt. En dus terug van Sint-Hubertus, die uiteraard nog niet gebouwd zijn op dat moment. Maar wanneer u langs de Heuvelstraat komt en u kijkt naar rechts, dan ziet u hier deze huizenblok. Links ervan heeft u dan het Haringstraatje en daar vlak naast heeft u dus uiteraard het Broodhuis. Er staan trouwens 39 huizen, het is te zeggen, er zijn 39 huisnummers op de grote markt. Dus ja, dan moet u eens goed tellen wanneer u daar bent en dan gaat u er waarschijnlijk niet zoveel vinden.
Om de doet eenvoudige reden dat de landvoogd, dus Maximiliaan II Emmanuel van Beieren, bevel geeft, of wel heel graag zou gehad hebben, dat wij de volledige grote markt op deze manier zouden gebouwd hebben. De architect van de stad is Willem de Bruin, hij heeft goed geluisterd. En die bouwt hier een enorm, denk je dat het een enorm paleis is, maar eigenlijk zijn het 7 verschillende huizen. Dus u ziet beneden, ziet u eigenlijk een voordeur, en nog een voordeur, en nog eentje, en nog eentje. En als u zo verder gaat, dan komt u eigenlijk aan 7 voordeuren. Dus dit zijn 7 huisnummers, verstopt achter 1 façade. Het zijn de hertogen van Brabant, die zich bevinden aan de linkerkant als u door de Heuvelenstraat binnengekomen bent, dus helemaal bovenaan het plein. En de hertogen van Brabant krijgen hun borstbeelden hier, te beginnen bij Hendrik de Eerste. Hendrik, die oorspronkelijk van Leuven was, en wordt dus de eerste hertog van Brabant in de 12e eeuw. En zo gaan ze verder. Ze zullen een beetje later door de sansculotten, de Franse revolutie, kapotgeslagen worden. Maar later komen ze terug. Hier ook niet. We zitten in 1850. Ik zou zeggen, drama, drama. Kijk eens naar deze foto. Dan ziet u die stelling rond de spits van het stadhuis staan. Ja, het ziet er niet goed uit. Het lijkt alsof de spits een beetje scheef staat. Die staat trouwens ook een heel klein beetje scheef, maar zodanig weinig dat dat met het blote oog niet te zien is. Sint-Michiel, die we gezien hebben helemaal in het begin, staat nog boven te wijzen van waar de wind komt. Maar u ziet dat, u ziet het ook aan de dakramen hier boven aan het stadhuis. Er zijn er een paar blijkbaar die niet meer dicht gaan. Dat ziet er niet goed uit natuurlijk. En deze huizen hier, ja, we hebben hier dus de Horen, het huis van Kippers. Hier de Wolvin, ja, is bijna niet te herkennen natuurlijk. Hier is absoluut werk aan. En we zullen moeten wachten tot Karel Buls burgemeester wordt voor we de grote markt kunnen hernoemen. Schilderij dat u hier ziet, van allebei Rozenboom, ja, dat is meer dan 3 meter hoog. Hè, dus als u daarvoor staat, is heel indrukwekkend. Wat erop te zien is natuurlijk is ook heel indrukwekkend. U ziet het stadhuis van Brussel met hier, met de beelden in de façade. En bekende mensen allemaal hebben hun beelden gekregen, een aantal hertogen hebben daar hun beelden gekregen. Karel de Vijfde, ook zijn moeder staat er ook op, Johanna de Waanzinnige. Het is de ganse geschiedenis die je daarvan kan aflezen. Alles is helemaal hersteld, het is heel mooi gerenoveerd geweest op het einde van de tweede deel van de 19e eeuw. En is terug Brussel in haar oude glorie. Op dit moment hier is er nog een bloemenmarkt en dat ziet u dus uiteraard hier. Aan de andere kant, het broodhuis. We zitten nog altijd hierboven op de tweede verdieping, op de tentoonstelling. Daarvoor hebben we het beeld van Egmond en Hoorne. Nu, dat beeld is daar toegekomen in 1864. U weet het misschien nog, als u de geschiedenis nog kent. In 1568 worden de graven van Egmond en Hoorne exact op die plaats onthoofd. En men wil voor de 300ste verjaardag wil men de mensen eer bewijzen en krijgen ze dus hun standbeeld, de Grote Markt. Dus Charles-Auguste Freyquin zal dat maken. Maar het beeld zal niet lang staan, want het stond een beetje in de weg volgens sommigen. En het is dan verplaatst naar het zavelplantsoetje, de kleine zavel, dus achter de zavelkerk. En daar staat het nu nog altijd als fontein, staat het heel mooi te wezen. Maar het gebouw erachter, het broodhuis, is in hele slechte staat. Aartshertogin Isabella heeft er een tekst laten opzetten om de stad te beschermen. En ze vraagt aan de maagd Maria om de stad te beschermen tegen oorlog en tegen de pest. Dat kan u niet zo goed zien hier, maar dat staat erop. Maar dat is de reden die natuurlijk waar het in hele slechte staat is. Het is verkocht geweest aan een marquis, d'Arconati Visconti. Die heeft er niet veel geld in geïnvesteerd. En heeft de stad het gebouw terug moeten verkopen aan de stad. Het is op die plaats ook in dat gebouw dat Charles Baudelaire een aantal lezingen gaat geven. Maar het moet er vreemd geroken hebben, omdat op de benedenverdieping zijn een aantal winkeltjes en hier wordt onder andere vogelzaad verkocht.
Trouw zal een beetje later geloofd worden om plaats te maken voor een nieuw. En dat ziet u hier. U herkent in de linkerhand van dit ivoren beeld, herkent u waarschijnlijk het huidige broodhuis. Dit is het oude broodhuis. Het is een beeldje dat geschonken wordt aan de architect van de stad, Pierre-Victor Jeanard, die het oude broodhuis afbreekt en er het nieuwe voor in de plaats zet. Omdat er natuurlijk nood is aan een museum van voor de stad Brussel. In 1887 wordt het museum van de stad. En om die mens te eren eigenlijk met zijn pensioen, ja, dus hij was 70 jaar, dat waren nog eens tijden, gaat met pensioen en krijgt van Karel Buls, van de burgemeester, krijgt het prachtige ivoor beeldje. Ja, ivoor, we zitten in 1895, weet u wel, Leopold II. Ik moet u niet meer vertellen waarschijnlijk. 1880, klein beetje terug in de tijd. Hier ziet u de huizen die zich eigenlijk bevinden. Het zijn de laatste huizen. De laatste huisnummers tot en met nummer 39, de ezel. Gaat dit straatje in, dat is de Boterstraat. En gaat u naar de Botermarkt, de Sint-Niklaaskerk. En dit is de koning van Spanje. Hier heeft u het huis De Helm. En als u goed kijkt naar de gevel, dan ziet u à la vue de l'Hôtel de Ville. Dat wil zeggen dat als zij naar ons kijken, ja, wij vanuit het stadhuis naar hen kijken natuurlijk. Hè. Dus we zitten weer al op die ereplaats, het balkon van het stadhuis. En we kijken naar de gebouwen rond. Ik weet het, het is een zwart-wit foto, maar als u toch goed kijkt, dan ziet u dat die huizen verschillende kleuren hebben. Het is zo dat wanneer men de stad terug opbouwt na het bombardement van augustus 1695, heb je natuurlijk ja, niet zoveel middelen meer en het moet snel gaan. Dus men heeft heel veel recuperatiemateriaal gebruikt. En men heeft daarna, om dat beetje te verstoppen, heeft men de gevels bepleisterd en heeft men ze natuurlijk ook een beetje geschilderd. Dit is het resultaat. Men heeft ook, wanneer men in de 19e eeuw de huizen restaureerde, heeft men er eigenlijk op sommige momenten minderwaardige materialen voor gebruikt. IJzeren poutrellen die beginnen roesten zijn en die de gevels eigenlijk zo goed als naar beneden duwden. En dat heeft natuurlijk aanleiding gegeven tot een nieuwe restauratiecampagne. Restauratiecampagne die eigenlijk nog niet zo lang geleden afgerond is. Wat u hier ziet, dat zijn de hertogen van Brabant. Hetzelfde wat ik u daarnet verteld heb. Verschillende kleuren. Dus ieder vond dat hij maar een andere kleur van gevel moest hebben dan zijn buurman om zich te onderscheiden. En dat heb je hier. De hertogen van Brabant zijn al teruggeplaatst. En u ziet hier de dierenmarkt. Ja, het zijn voornamelijk honden die hier verkocht worden. Karel Buls, daar heb ik het al over gehad. Hij wordt burgemeester in 1881. Hij is eigenlijk een goudsmid. Zijn vader was goudsmid voor hem, kwam uit Mechelen. Had zijn winkel op de grasmarkt. Is in de politiek gegaan, is eerst schepen geworden, schepen van onderwijs, dan burgemeester. Maar hij vond absoluut dat de stad moest beschermd worden tegen de bouwwoede van Leopold II. En heeft er dus voor gezorgd dat de Grote Markt beschermd geweest is en dat we ze nog altijd hebben zoals ze oorspronkelijk was. Of toch ongeveer zoals u wel zal begrepen hebben tijdens mijn rondleiding. In 1910 is men zo trots op onze Grote Markt, het mooiste plein ter wereld natuurlijk, dat gebruikt wordt voor de affiche van de tentoonstelling, de wereldtentoonstelling, die van de Solborg van 1910. En hier staat u eigenlijk op de plaats waar Sint-Niklaas kijkt over de Grote Markt en ziet u vanachter in het midden natuurlijk het broodhuis. Aan de rechterkant ziet u het stadhuis van Brussel. Restauratiecampagne, dat was absoluut nodig. Als je UNESCO werelderfgoed bent, dan moet je er uiteraard zorg voor dragen. Campagne van 2004 tot 2018, zoals u hier kan zien. Dat wil zeggen dat, ja, u weet het misschien, u hebben uw auto nog geparkeerd op de Grote Markt. Door de vervuiling zijn heel veel van de beeldhouwwerken beschadigd worden. Dat heeft men allemaal waar nodig opnieuw gekapt. Men heeft de roestende elementen verwijderd om te vermijden dat uiteraard het plein zou beschadigd worden of de huizen zouden beschadigd worden.
Wat er nu nog moet gebeuren, is eigenlijk de vloer, de stenen, de kasseien van de grote markt, die moeten herlegd worden. U moet er ook bij, ik moet erbij vertellen dat oorspronkelijk de grote markt meer dan een meter lager lag. Het broodhuis moet nog uiteraard gerenoveerd worden. Maar wat u hier ziet, is het vergulden eigenlijk van een aantal elementen. Voor 1958 was het zo dat enkel de gildehuizen verguld waren, of toch delen ervan verguld waren. In 1958 voor de wereldtentoonstelling vond men dat men voor de toeristen toch wel een efforke mocht doen en heeft men veel meer verguld. Tijdje hoor ik een collega van mij op een gids vertellen op de grote markt tegen buitenlandse toeristen dat het wel geen goudverf was, maar dat het maar 16 karaats goud was, omdat de stad geen geld genoeg had om daar iets meer tegenaan te wrijven. Wel, ik kan u verzekeren dat dat niet waar is. Wanneer u daar 16 karaats goud tegen plakt, zal het niet lang houden. Dit is puur goud. Het heeft trouwens veel geld gekost, ongeveer 40.000 euro. Per huis. Trouwens, de restauratie heeft gemiddeld ongeveer 200.000 euro per huis gekost. En als u weet dat er 39 staan, dan gaat het natuurlijk over heel veel geld. Maar uiteraard is dat alles natuurlijk, heeft dat als resultaat dat wij terug fantastisch mooi plein hebben. Fantastisch mooi plein dat met recht en reden het mooiste plein ter wereld genoemd wordt. Ja, schrik niet. Het is nog niet donker buiten, denk ik. Het lijkt wel zo. Het is natuurlijk de LED-verlichting die we tegenwoordig hebben op de grote markt. U ziet hier in het midden ziet u het Brouwershuis met onze Karel van Lorijnen daarbovenop. Daar stond oorspronkelijk Maximilian II Manuel van Beieren, de landvoogd, dus tijdens het bombardement. Maar is later vervangen geweest door iemand die nog veel populairder was, namelijk Karel van Lorijnen. En rechts daarvan heeft u de Zwaan, het huis van de beenhouwers. Bezit van de stad trouwens, er zijn er 6 die in het bezit zijn van de stad. Links van het broodhuis ziet u de Witte Roos, La Rose Blanche, bezit van het OCMW. Dus van de 39 huizen op de Grote Markt zijn er 6 in de zit van de stad. Ik tel het broodhuis en het stadhuis niet mee. En ja, dan is het normaal, zou ik zeggen, dat de stad en zeker het gewest ook meebetaald hebben voor die restauratie. Maar niet enkel de huizen die van de stad zijn, ook de andere huizen zijn gerestaureerd geweest op kosten van de stad en het gewest. De eigenaars, er zijn een paar boeken bij... die hebben enkel een deeltje van de châssis moeten betalen. Maar dat is eigenlijk bijna verwaarloosbaar, zou ik zeggen, als u weet over hoeveel geld het gaat. U ziet hier een aantal websites. U ziet van onder ook het mailadres van de publiekswerking van de stad. Daar kan u uiteraard mailtjes naar sturen voor vragen te stellen, uiteraard voor rondleidingen te reserveren. Het is uiteraard de bedoeling dat u nu massaal, misschien nu meer, maar in de loop van de volgende dagen eens naar Brussel trekt en uiteraard de grote markt misschien met andere ogen bekijkt. Hopelijk ook het broodhuis bezoekt en onze tentoonstelling op de tweede verdieping uiteraard ook eens van erbij bekijkt. Deze uitzending komt vanaf morgen op YouTube, tenzij het niet te doen is. Ik hoop dat het niet zo slecht was. En ik dank u dus voor voor het luisteren. En ik ga eens kijken nu of er ondertussen vragen zijn waar ik mag of kan op antwoorden. Ik zie momenteel nog geen vragen, dus ik weet niet of dat goed nieuws is of slecht nieuws is. Ik zie een vraag. U vertelde dat het stadsbestuur de opdracht gaf voor de bouw van deze unieke architecturale eenheid van de gildehuizen. Betaalde de stad dat ook of betaalde de gilden voor deze bouw? Was het 1 architect die alles tekende en ontwierp? Het waren de gilden die betaalden voor het heropbouwen van hun gebouwen uiteraard.
Het was niet één architect, dus Willem de Bruin bijvoorbeeld, de stadsarchitect, die heeft de hertogen van Brabant gebouwd. Jan Kozijn heeft de koning van Spanje gebouwd. Antoine Pastorana heeft het huis van de Schippers gebouwd. Er zijn dus verschillende architecten actief geweest bij de heropbouw van de Grote Markt. En dus de gilden moesten zelf betalen. Is er een link tussen de Koudenberg en de familie Koudenbergs? Dat zou kunnen. Dat moet ik eens opzoeken, maar het is best mogelijk natuurlijk. Deze mensen zullen misschien een stenen gebouw en een steen gehad hebben bovenop de Koudenberg. Dat zoek ik op en dan laat ik dat aan Raf weten. Waar de gevels in Opong ook verguld, vraagt Janine. Ja, de gevel van de gildenhuizen waren verguld. Maar u moet weten dat, dus ik bedoel, na het bombardement van 1695, enkel de gildenhuizen waren verguld. Maar het probleem is dat een deel van de huizen niet gebouwd geweest zijn door de gilden. Dat er een heleboel huizen gebouwd geweest zijn door privépersonen met de bedoeling om die dus te verhuren. Iemand vraagt, is het broodhuis ook interessant voor kinderen? Ik vind van wel. Ik vind, als je een gepast verhaal vertelt natuurlijk, dus op dat moment vertel ik niet te veel data, maar er zijn hele mooie zaken te zien, zoals het herhaal bijvoorbeeld. Het is natuurlijk ook, het broodhuis is de geschiedenis, is het geheugen van de stad. Prachtige wandtapijten, zoals ik u verteld heb. Hele mooie tekeningen, dus ontwerptekeningen. En ook natuurlijk niet te vergeten, u heeft in het broodhuis ook het originele beeldje van Mannekes. Dus wanneer u een manneken ziet plassen op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat, dan moet u weten dat dat een kopie is. Dat wanneer u de Eikstraat omhoog gaat en u het museum van de stad, van het museum van Manneke binnengaat, dan heeft u wel meer dan 100 kleren, kleertjes van Manneke Pis natuurlijk. Maar het originele beeldje staat op de tweede verdieping van het broodhuis. Geen vragen. Mark vraagt, waarom is het Belfort nooit heropgebouwd? Het is zo dat op dat moment men eigenlijk een tweede Belfort had. Dus ik weet niet of dat ik het verteld heb. Ik dacht van wel, tussen de twee gebouwen van het stadhuis, het linkerdeel en het rechterdeel, asymmetrisch dus om de doodeenvoudige reden dat ze op verschillende momenten gebouwd zijn en wanneer men het rechterdeel erbij bouwt, men eigenlijk, ja, het plein is niet groot genoeg, dus is sowieso kleiner geworden. Maar de toren erin, die Jan van Ruusbroek gebouwd heeft, dat is eigenlijk het nieuwe Belfort. Nu, het probleem is dat er geen bellen of geen klokken hangen in de toren van het stadhuis. Er staan er wel twee, die liggen daar op de grond, maar die zullen dus nooit kunnen bellen op die manier. Maar dus men heeft het Belfort niet meer terug opgebouwd, omdat men op dat moment eigenlijk ja, andere middelen heeft om de tijd aan te geven. Dus die bellen niet meer zo belangrijk waren. Er is het toeristenverhaal van de standbeelden die naar elkaar wijzen, vraagt Raf of zegt Raf. Zijn er echte, misschien politieke redenen waarom ze in een bepaalde richting wijzen? Nee, niet echt. U ziet hier nog altijd Karel van Lorijnen met uitgestrekte arm. Die zou beschuldigd geweest zijn van het misbruiken van een jong meisje. En ja, wanneer men hem daarvan beschuldigde, dan zegt hij, ik heb dat niet gedaan, maar wijst naar de schuldige die aan de andere kant staat. En dat is Sint Bonifatius. En Sint Bonifatius die staat boven het huis van de kleermakers, de Gouden Boot is dat. En Sint Bonifatius die zich natuurlijk niet laat doen, die zegt, ik heb dat niet gedaan. En die wijst met gestrekte arm de andere kant van het plein op. En daar staat iemand die eigenlijk zijn hoofd een beetje laat zakken. En die zegt, van ik weet van niks, ik heb helemaal niks gedaan. En die man is Sint-Niklaas. Dat is dus het verhaal dat verteld wordt. Uiteraard denk niet dat dat echt gebeurt. Die mensen leven allemaal in verschillende perioden. En politieke redenen zie ik daar ook niet bij. Ik heb gehoord dat de gebouwen geclasseerd zijn.
En zeker de gevels, doch dat de eigenaars financieel instaan voor het onderhoud en ook van de gevels ervan. Nee, dat is niet waar. Het is zo dat het zo is dat wanneer u privé-eigenaar bent van een huis op de grote markt en u uw huis niet meer kan onderhouden, dan heeft de stad het recht om uw huis over te kopen. Vandaar dat de stad er ook 6 bezit. Maar de gevels van het huis, van de huizen zijn gerenoveerd op kosten van de stad en van het gewest. U moet daar eigenlijk niet veel voor betalen. Maar natuurlijk heeft u meer dat. De binnenkant van het huis moet uiteraard ook onderhouden worden. Iemand anders vraagt van waarom is men gestart met het bloementapijt? Ik moet dat eens opzoeken, maar ik vermoed dat het eigenlijk is zoals heel vele van de festivals die we hebben, dat het eigenlijk een leuke manier is om het plein te versieren en om toeristen naar Brussel te halen, uiteraard. Bloementapijt dat normaal gesproken in augustus doorgaat of zou moeten doorgaan, gaat dit jaar niet door, jammer genoeg is weer uitgesteld ook. Zoals de omgang, zoals ik hopelijk verteld heb, die dit jaar voor de 90ste keer zal uitgaan, maar die ook uitgesteld is door voor dezelfde redenen. Ja, inderdaad zijn er niet enkele prachtige gebouwen, eigendom van banken, verzekeringsmaatschappijen. Inderdaad, dat is zeker een tinnenpot is inderdaad eigenaar of eigendom van een bank en zo zijn er een aantal. Iemand vraagt of ik de uitleg ook in Brussels kan doen. Ja, natuurlijk kan ik dat ook doen, maar dat is een andere key, zou ik zeggen. Ik denk dat ik aan het einde van de vragen gekomen ben. Ik hoop, ja, de rest zijn felicitaties. Ik hoop dat ik er geen vergeten ben. Ik kijk nog eens heel snel. Ik zie dat de mensen zin hebben om ook eens naar het mooiste plein ter wereld te komen. Uiteraard, dat is de bedoeling. En ik denk dat ik rond ben. Hartelijk bedankt. Het was heel fijn om nog eens te mogen gidsen. Het was al even geleden. Ik hoop dat het er niet echt aan te zien was. Ik heb ervan genoten toch wel. En ik hoop u ook. En ik hoop u natuurlijk heel snel terug te zien. Of lijfelijk te mogen zien op het mooiste plein ter wereld. Of in het broodhuis mondmasker of met face screen. Of wat dan ook. U contacteert daarvoor Jean-Marie Teller van de Publiekswerking. En vragen, als er nog zouden komen, geen enkel probleem, dan probeer ik die nog te beantwoorden. Wel, bedankt Dirk. Dat zal dus onze webinar vandaag beëindigen. En alles zal op onze website en op de pagina Facebook van het museum morgen normaal staan. Dus de mensen die weer eens willen die conferentie terugzien, is het mogelijk morgen. Voilà, ik wens jullie allemaal een goede dag en een goede zondag. En tot binnenkort in het museum. Dag. Oké, goeie zondag. Tot binnenkort. Salut.